Patrick, we beleefden een moeilijke avond vandaag. Niet makkelijk, maar ik was er eigenlijk op voorbereid. Ik weet ook uit ervaring dat als je tegen degradatie speelt en je wint 3 keer na elkaar, 3 wedstrijden bijna in 1 week, dan weet ik dat er op een bepaald moment een terugval komt. We hopen natuurlijk om punten te nemen in Beveren. Dan zou de kerstcadeau er al geweest zijn voor ons. Maar uit ervaring weet ik dat het niet altijd zo simpel is. En ik vond wel dat we na 5 minuten, die eerste goal, die zouden we nooit mogen krijgen normaal gezien. Dat mocht nooit gebeuren. Maar ik voelde ook na 10 minuten dat er minder frisheid was in de ploeg tegenover de vorige dagen. En we moeten ons concentreren terug op de volgende wedstrijd. We hebben nu 1 week tijd. En dan komt Standaard op staan. En de supporters die verwachten van ons een revanche elke paar. Dus ik denk dat wij dat alles mogelijk is en dat we tegenstander opnieuw fris zullen staan. En dat we alles zullen doen om de overwinning thuis te houden.